Och, hallo, dat was een hand die probeerde te zwaaien. Ik ga zo meteen weg met Sabine, want ik ga naar een winkel om een vest kopen. En ik dacht, misschien kan ik hier een kleine vlog van maken. En op dit moment film ik op mijn mobiel, dus de kwaliteit is wat minder dan dat ik met mijn als ik met mijn camera film. Maar ik had geen zin om helemaal, ik heb geen zin, want het moet nog gebeuren, om helemaal mijn camera mee te nemen als ik met Sabine wegga. Dus daarom, omdat het bij winkels is, en dan vind ik, ik weet niet. Ik vind het gewoon niet handig als ik mijn camera erbij bij me heb, want het is een best een groot ding. Maar in ieder geval, daarom film ik dus met mijn mobiel. En ja, Sabine is hier zometeen en jullie zullen wel zien wat wij allemaal gaan doen. Want ik heb zelf ook helemaal geen idee wat we gaan doen. En ik heb trouwens mijn haar soort van met vlechten ingeslapen, zoals je kan zien. En het is nou een beetje wavy en ja, iets, something. Blah. Zoals je ziet, Sabine is er! Oh, je kan met losse handen fietsen. Ja. Is het niet gevaarlijk trouwens fietsen en jezelf filmen tegelijkertijd? Kijk, we gaan nu een bocht op. Sabine in actie. Maar wij gaan, ik weet niet of het hoort door de wind, maar wij gaan naar de winkel. Want Andra heeft een vest gezien in de aanbieding. Oh. Die heb ik vorige keer gezien. In de wat als die nou niet meer is? Dan zijn we voor niks naar Papendrecht geweest. We gaan naar Papendrecht. Vorige keer toen ik er was, toen was het 40 euro en nu zag ik dat hij 20 euro was en ik wil hem hebben. En dat is de enige stop, daarna gaan we gelijk weer terug. En als die er niet is, hebben we dikke pech. Zullen we even doorgaan of rechtsaf? Weet ik niet. Rechtdoor maar. Okay. Wat? Waar ging mee? Weet ik niet. In ieder geval, ja! Oh, waar staan we eigenlijk? Ik weet niet, bij Dijk is Sliedrecht. We hebben net foto's genomen. Yeah. En Sabine is nou in ieder geval eentje aan het uitzoeken die ik mag zien alvast. Want de rest mag ik niet zien. Die mag ik pas zo op de computer zien. Als het goed is, toch? Ja. Yeah. Kan je er ook een aan de camera laten zien? Deze? Dat kan. Laat me zien. Zie je het, camera? Oh ja, het weerspiegelt. Maar in ieder geval, dat is één foto. En we gaan misschien nog heel even naar het park. Ja. En daarna gaan we naar huis wat drinken, halen en drinken. En dan zien we wel wat we verder gaan doen. Sowieso die pagina aanmaken, sowieso. Woehoe! Hallo, Sabine, jij staat er niet op. Hier ben jij. Wij hebben dus net de Facebookpagina gemaakt. Ik zocht het woord. En we hebben uit duizenden foto's een foto gezocht voor mijn profielfoto. En is fabulous. Ja. Ik heb gemaakt. Die is een hele goede fotograaf. Ik zal een klein beetje ding laten zien. Ik zal mijn camera naartoe wijzen. Het is, je kan hem op de Androidsfeer vinden. Dit is de bovenkant. Dat is mijn hoofd in profielfoto. En doe de banner eens laten zien. Oh, ik weet niet wat daar gebeurt. Dit is echt die hoofd ook. Echt geniaal. In ieder geval, als je de Facebook pagina wil vinden, dan moet je gewoon simpelweg de Androids in typen. En ik zal ook wel een linkje in deze video ergens onderin zetten. Zodat je hem kan aanklikken en er ook op kan, dat je hem kan liken en dat je hem kan volgen. En wat je daarop kan vinden, weet ik nog niet echt. Ik weet niet echt wat ik bedoel. Gewoon dat ik dingen ga zeggen van binnenkort is het weer een video. Of gewoon een random foto als ik net iets leuks aan het doen ben. Bijvoorbeeld met Sabine als die er is of zo. Weet ik veel iets. En ja, dat is het wel zo'n beetje. Heb jij nog iets toe te voegen, Sabine? Nee. Dus. Oké, dan. Tot later. Bye. Dat ik langzaam ga zitten en dan langzaam op mijn bed kruip. Dus vanaf die hoogte ongeveer. Dan moet je daar zitten. En dan doe ik. Dan ben ik al gaan. Weet je niet? Dan zie je hem. Auw. Oh. Oh, ik heb nou hoofdpijn. Oh, dat is niet goed. Ik heb ook honger, dus dat misschien ligt het daaraan. In ieder geval, ik ben alweer aan het filmen. Maar, Sabine is weg. In ieder geval, we hebben net weer een film gefilmd, omdat we heel erg op dreef zijn. Want ik heb 3 scripts liggen, waarvan we nou eentje hebben gefilmd. En dit keer speelde ik de hoofdrol erin. Want, ja, ik wou ook laten zien dat ik het kon. Nee, dat wou ik helemaal niet. Ik weet eigenlijk niet waarom. Waarom speelde ik het eigenlijk? Stiekem wel. Wat? Dat ik het kon. Nee, dat niet per se. Gewoon anders is het dat jij er ook in de films. Anders is het ook, want dan komt Sabine weer in de film. Weet je, dan ben je altijd de hoofdrol. Niet dat het slecht is, maar dan krijg je niet zo'n eigen gevoel bij die persoon. Nee, ik snap. Omdat hij dan opeens de ene keer dat is, de andere keer dat. In ieder geval, dus daarom dacht ik dat misschien, daarom heb ik het gefilmd. In ieder geval niet gefilmd, daarom ben ik gefilmd. Daarom speelde ik erin. Praten gaat lekker. In ieder geval, ik denk dat ik ook een einde aan deze vlog ga maken. Omdat we toch niet meer veel bijzonders gaan doen.
Of het regent buiten. Ja, het regent buiten. We gaan zo eten. Ik heb echt honger. Natuurlijk. En jullie zien vanzelf deze vlog verschijnen. En misschien komt hij wel tegelijkertijd met die andere video. Ligt eraan hoe snel ik hem bewerk en de juiste muziek ervoor vind. Maar in ieder geval, tot ziens. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Bye! Bye.